bakkie, Fred. Oh man, Haags bakkie. Hé. Hey. Ja, lieve kijkers, goedemorgen. Het is inmiddels 6 uur in de ochtend en we zijn aanbeland in, we zijn in Frankrijk volgens mij. Ja, mijn naam is Saaf Berghuis en hier staat de chauffeur. Nee, niet de chauffeur. Nee, de bijrijder. De bijrijder. Wat is jouw functie, Fred Krijgsman, vandaag? Nou, ik stuur een beetje bij, koffie, broodje. Oh nee, ja, ik heb wel koffie gegeven, hey, broodje. Broodje erbij. Broodje, ik moet de chauffeur wakker houden. Maar er schijnt iets mis te gaan nu momenteel. Ja, we hebben geen benzine. Staan we hier in Frankrijk? Nou, Simeon, we komen eraan, man. De chauffeur is wel aan het regelen, zie ik. De chauffeur aan de chauffeur. Ja, daar komt u weer. Close beelden van opnemen. Het werkt hier anders. Je moet eerst iets betalen. Hij komt eraan. Trainer, chauffeur, is het opgelost? Eerst betalen en dan halen. We gaan weer benzine halen. Ja, die Fred is. Ja, mensen, staan we live bij de Lugayen-bus. Ja, Bruno, we zijn gestrand. We zijn gesneuveld. Goedemorgen. We zijn niet gesneuveld. We zijn nog niet gesneuveld. Het schip is nog te redden. Ik denk het wel, ik hoop het wel. Weet niet, houden we het nog vol? Ja, we houden het vol. We houden vol, mensen. Spoedoverleg hier. Parijs is nog ver, Parijs is nog ver. Oh, Parijs. We zijn er bijna. Hey, het is aftellen, mensen, het is aftellen. Kijk eens, fucking sfeer voor ons. Haagse beer, ja, ja. Geen gekkigheid hier in Parijs. Dan moet je gewoon alleen nog maar aan de rechterkant rijden. Waar is Fredje? Lekker ook weer dit. Oh, hij staat daar binnen volgens mij. Ik ga even kijken of ik mijn tip geef wat hij is doen. Fred of de auto? Daar komt de bijrijder, Fred Krijgsman. Zelfverzekerde passie. We hebben één niet werkende koplamp rechts voor. Ook nog? Ja, tuurlijk. Die bus valt van een letter. De linker, ja. Oh, Den Haag, u zou met niemand willen ruilen. Willen ruilen. Nou, Siem, leuk hoor, een toernooi in de Boogaard. Hé! Akkoord, Telly, Arena! Hey, we hadden de Flixbus ook kunnen pakken, man. God. Hadden we nu. Oh nee, ik ga er weer. Nou, hadden we waarschijnlijk wel nog eerder mogen. Abnormaal. Bonjour, parking CC voor de Paris. Voilà. Le parking CC. Hoe is dat? Goed, hoe dat zo in de zucht? Oh, wat zegt hij? Bruno vertalen. Arrivé! Chandré! Merci! Chandré! Onthoud hè? G. Ver. Kappen. Ja. We komen eens buiten! Nou! Fred, zijn we op zoek naar de grote zaal? Komen we buiten! Ik geloof het! U pleu! Je suis paraplu, hey. Raak mijn kaartje. Hey, ik heb hem. We zijn hier live in de regen, mensen. We zijn aanbeland bij de Grande Hotel. Dat hoofd van mij. En is het wel schillig? We hebben één jongen gehad die zoveel kilometer verhuisd is. Die alle luchtkasten moet aan ons werken. Ook de luchtkasten van de Ja, mensen, zoals je ziet, zwaar beveiligd hier. Dat is misschien ook wel nodig. Het is net zo groot als in Ahoy. Het is niet te geloven. Maar we gaan even lekker een broodje halen, want we hebben nog niks gegeten. Dus dat is op dit moment de status. Ik heb hier de tickets.
Nee, ik zat hieronder. Nee, staat er een rang op? 14. Gradin. Jee, categorie. Nee, wacht. Rang 4, toch? Rang 18. Is dat allemaal goed? Nee, dat is fout. We moeten daar, ik denk dat we daar omhoog gaan. Nee, dat moet je kijken. Dat we daar nog, dat het doorloopt daar. Jee. Dat zou kunnen. Nee, het is daar. Dit zijn plekken, jongens. Hé. Hey. Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik vind het gênant om te zeggen. Kijk, je voetbal. Moet je niet meer doen, Fred? Ja, ik ben net weer begonnen. We blijven maar lopen. En weer omhoog. Ja. Help je allemaal. Hoe even zitten we dan? Hé, hey Fred, wij zijn er al. Ik ben blij dat we op tijd zijn. 31. Nou jongens, dit is wel een zaaltje hoor. Ach. Even een close-up, maar dit is genieten jongens. Dit is volop genieten. Moet je eens even kijken. Fucking sfeer aanwezig. Hey. Fred in de demarrage. Dit is wel een zaal hoor jongens. Koeken, nakkie. En dadelijk gewoon stampers vol hè. Nou, bijna goed. 8:30. Hoe laat leven we, Fredje? 8:30. Blijf opnames. Oh, 8:29. 8:29. Kijk eens aan. En hoe laat waren we vertrokken? 3:00. Dat is 03.00. Nee, dat was op tijd. 5 minuten voor Fred. Ik denk, we gaan naar Parijs, we moeten op tijd zijn. En we zijn op tijd. Niet te geloven, mensen. Gele hesjes mee en grap. Parijs is niet ver. Parijs is niet ver meer, mensen. We zitten daar gewoon. Het is niet te geloven. Zitten we in de goede hal eigenlijk? Zitten we wel goed hier. Wordt er eigenlijk wel gejudood? Kijk eens, mensen. En of er wordt gejudood? 5 matten. Nou, er wordt nog niet gejudood. Het is even judo vrienden. Nou, nu weer toch zitten, jongens, even een kleine prognose. Ik zit hier met Frecht Krijgsman en Vincent Krijgsman. En die hebben wel verstand van judo, kun je wel zeggen. Oh. Ja, wat is de prognose, jongens? Wat moet er gebeuren vandaag? Wat is het plan? Ja, het plan is dat we toch weer voor maandag thuis zijn. heel huid. Morgen weg. Maar jij bedoelt een beetje op... Wat doe je? Eigenlijk op onze Haagse beer. Oh, de beer? De beer. De beer, punt 1, die gaat gewoon ronde 1 even eroverheen. En dan hebben we een probleem. Maar hij moet eerst tegen een Duitser, hè? Oh, een Duitser, ja. Daar winnen we als voetballers tegenwoordig ook weer van. Maar daar heeft hij al vaker tegen gestaan. Daar heeft hij Herbst European. Hij heet Herbst. Finale in. In Duitsland inderdaad is hij er tegen gestaan, heeft hij gepakt. Dat is niet het probleem. Herfst moet te doen zijn. Hij is de winter denk ik niet goed doorgegaan. Daar winnen we. Fredje. Maar dan. Oh nee, luister, vandaag gaat het gebeuren. Hij gaat een medaille pakken zelfs. Dit is het kantelpunt, dames en heren. Hij gaat voor het eerst op de World Tour. Gaat hij het doorbreken? Hij gaat die medaille meenemen. En dan zijn wij live bij, mensen. Dan is alleen één probleem. Dan is Fred dus niet voor maandag thuis. Oh nee. Oh. Laten we dat afspreken dan. Oh. Ja. Dan zijn we. Want het duurt nog even dan. Gaan we het even niet. Uitstel van executie. Ja. We blijven bij de prijsuitreiking. Kijk ik morgen wel naar de luistermoeder. Ja. Heb je gekeken of een man hierin kunnen? 20.000. Waar staat dat? YouTube, Google weet anders. Wikipedia. De bank is hier. Ja, rondouille. Oh, daar komen ze vandaan, joh. Ja. Hij kan dadelijk mooi. Sur le tapis numéro 4, premier tour, catégorie moins de 81 kilo, se présente en bleu pour la France, Arman Kalatian.
en blanc pour le Japon, Sasaki Takeshi. En bleu pour la France, Alexis Mathieu. Dat termine 3, first round win under 90 kilograms. In blue, representing Great Britain. Gerald Pitgrave, in white, representing Canada. Zachary Bird. First round win under 90 kilograms. Dat termine 5. Van Peter. Ben, ben je wakker? Sur le tapis numéro 2, premier tour catégorie masculine moins de 100 kg, se présente en bleu pour les Pays-Bas, Simeon Katarina. Daniel Ernst. Drop six. Come up, Simeon! Come up, Jim! En blanc pour la France, Julie Pierret. Niks.
Dat zijn voor die dingen. Dat is goed, hij zal nu wel weer. Je moet overnemen, aanvallen, pam. Hij doet die actie in ieder geval. Frap, frap, frap. Klassie! Ja! Goed! Lekker Simu! Wat? Staan! Staan! Ja, ja, ja. Zo door! Blijf zoeken! Hoger, hoger, hoger. Ja, goed. Dat is goed. Door! Ja! Door! Ja! Dit is pas de eerste. Nou het. Die chose. Als ik van die Koreaan ben, dan ben ik blij. Rekki, we zijn er al. Nee, nog niet. En bleu pour la République Populaire de Chine, Chen Hui. En blanc pour le Brésil, Maria Aya. Zijn die er vooral niet voor niks gekomen? Nee. Maar was er geen beter aan. Zo is dat. Hij moet die modellen knippen. Hij heeft één keer in de finale bereikt. Ja, oké. Okay. Maar verder. Niet. Doe. Hé jongens, hij komt eraan. Prochaine phase sur les affiches numéro 2, premier tour, catégorie masculine moins de 100 kilo. En bleu, pour le Tadjikistan. Saïd Farah, Saïdov. En blanc, pour le Tadjikistan. Chime Yokaterina! Ik heb die kapot. Hij filmt, hij is recording. Tot daar! Oké. Ja, recording. Ja, recording. Dan moet je gewoon doen. Yes, yes. Voor de YouTuber. Shime yo, Katarina. Shime yo, Katarina. Merci. Ik weet niet wie erin moet. Weer blauw. Die kale slaat kaart op zijn rug. Premier tour, catégorie féminine, plus de 78 kilo. En bleu pour la Mongolie, Erlene Miller, Gantima. En blanc pour le Cameroun, Hortense Vanessa, Mbala, Atongale, Lee Korman. En blanc, représentant la France, Maxime Amino. Ik
Il y a environ 7 journées encore. Ça va, tapis numéro 2. Deuxième tour de la catégorie masculine des moins de 100 kilos. Se présente en bleu pour les Pays-Bas. Simeone Katarina. Choguam sur le tapis numéro 2 en blanc, le champion du monde en titre dans la catégorie des moins de 100 kilos. Tatami 3, second round, men under 90 kilos, in blue, representing Canada. Zachary Bird, in white, representing Tunisia. Osamas Fusi. Goed zo, links op! Doorpakken links! Tapis nummer 1, Golden Score. Tatami 4. Second round, win under... Net als vorige pols, nu gaan! Blue judo game, representing Japan. Winner of Paris Grand Slam last year, Mukai Shoichiro. In white judo gi representing Cuba, the World Championships silver medalist last year, Ivan Felipe Silva Morales. Adoy! Blok, laatste blok.
paar keer goed over. Ja, het is niet gekooid. Het is niet gekooid. Die vervolgstappen risico's. Je moet risico durven. Meer durven, man. Gewoon naar die twee judo's van de Ja? Gewoon als je die tweede judo gekregen hebt. Dan moet je durven, blijf ik aan. Je hebt niks te verliezen. Se présente en bleu pour l'Irlande, Benjamin Fletcher. En blanc pour le Canada, Shadi Ennis. Ja, ik heb nu. Naar de tweede judo moet je gewoon doorgaan. Boom, altijd. Ja, je hebt een zat. Hey jongen! Kom op, Simi! Simi ook! Prochain combat sur le tapis numéro 3. Second tour de la catégorie masculine des moins de 90 kg se présente. En bleu pour la France, Aurélien Dess. Tapis numéro 4. Second tour, catégorie. Alleen na die twee judo's, dan moet je eigenlijk kijken. En ik snap dat je aan de ene kant je staat, je wil niet een heel dik punt tegen. Nee, ik zag het in de markt. Laat Haagse, ben jij? Ik ga even met de camera.